Yo gasten, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. En we zijn hier weer eens in eFootball PES. Laat het gewoon PES noemen. PES 2020. En dit keer geen Master League, maar iets anders. We gaan namelijk de Become a Legend doen. We gaan onze eigen speler creëren en een voetbalcarrière beginnen. Wie weet wordt het een serie. Als jullie het leuk vinden, smash dan die like knop. Bij 100 likes zou je het misschien wel overwegen. Wat slecht weer. Laten we beginnen. Oké, Become a Legend het is. Ik laat de transferfrequentie gewoon lekker normaal. Transferperiode ingeschakeld. Weergave salaris laten we ook maar staan. Wedstrijdniveau. Prof. En wedstrijdduur doe ik hier als speler toch wel wat korter. Want ik heb het vroeger wel eens gespeeld. En ik vond op zich... Oh, ik trap weer tegen het statief aan van mijn camera. Dat doe ik veel te vaak. Maar ik heb dit vroeger wel eens gespeeld. En ik vond het hartstikke leuk. Maar voor video's is het wel zo... je hebt niet even vaak... Je bestuurt niet alles. Dus je hebt niet controle op alles. Dan is het qua beeldmateriaal toch misschien iets minder leuk. Dus ik zet de matchduur... Zet ik op... 8 minuutjes. Dat lijkt me wel lang zat. We gaan eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. Hier kunnen we dus kiezen. Wil je als een bestaande speler of nieuwe speler? We zeggen nieuw. En dan mogen we naar onze nationaliteit gaan kiezen. We komen gewoon uit Nederland. Nederlandisch. Waar staan we? There we go. Spelerdetails. Oké, nou kunnen we customization en alles gaan doen. Dus dit doe ik even off the record, off screen. En dan zien jullie zo mijn eindresultaat. Oké, ik heb mijn speler gemaakt. Lijkt hij op mij? Absoluut niet. Hier is het gezichtje. Maar ik vond dit wel op zich best een oké look gewoon om mee te beginnen. Ik zal even de tenuestel laten zien hoe we erbij lopen. We lopen op Adidasjes. Of Adidasjes, voor mij dan Umbrootjes bedoel ik. Ik denk, maar vroeger zelf mee opgevoemeld toen ik net begon met voetballen in de E'tjes. Wat een leuke tijd. Toen droeg ik Umbro, dus ik had zoiets van fuck it, we gaan hier ook met Umbro beginnen. Handschoen in de winter doen we aan, gewoon van die zwarte stoffen handschoentjes. Sliding shorts heb ik niet aangezet en de mouwen, zomerkorte mouwen, winterlang. Maar dat wordt dan met een ondershirt en dat zie je al hoe dat eruit ziet. Dus dat gaan we nou een positie kiezen als het goed is. Even kijken, maar dan mag ik nog bewegingen kiezen. Nou, ik heb mijn bewegingen nu gedaan. Ik heb het alleen nog niet bij de volledige vieringen ingevoerd. Want er zijn zoveel keuzes. Dat doe ik wel even een keertje helemaal buiten opnames om. Anders ben ik wel even bezig met dat doorspitten. We doen goede voet is de rechtervoet. Frequentie mindere voet. Als in hoe sterk je mindere voet is? Ik zet hem wel op 3, weet je. Als het gaat om sterkte. Ik wil niet meteen de max hebben. Maar het is wel handig als wij wat mee kunnen. Dus frequentie, ja, laten we maar 3 gooien. En ik ga als spits, dat is in ieder geval wel het plan. En dan heb je ook nog eens meerdere rollen. Je hebt een doelschutter, een sluw voor doel, een bliksemafleider en een goaltjesdief. Een goaltjesdief is een roofzuchtige aanvaller die langs de flanken van de laatste verdediger speelt. Een speler, dan hebben we hier de bliksemafleider, een speler die de verdediging meelokt om zo ruimte voor andere spelers te creëren. Sluw voor doel is een aanvaller die in het 16 meter gebied rondhangt, wachtend op de bal. De doelschutter is een speler die het aanspeelpunt voor de aanval wordt door de bal in aanvalspositie vast te houden. Maar ik ga voor goaltjesdief. Dat lijkt mij wel de fijnste roofzuchtige aanval die langs de flanken van de laatste verdediger speelt. Dus let's try. Dan krijg je hier je startende stats te zien wanneer je rol hebt gekozen. En we kunnen in ieder geval koppen. We hebben een aardige schietkracht. Ik ben totaal niet tevreden met die snelheid. Of nou ja, mijn versnelling is 69, mijn snelheid is 71. We hebben een frequentie mindere voet 3. Ja, dat hebben we dus zelf gekozen. Conditie is wel goed en dat is chill. Die staat op 5. Blessureweerstand is wat laagjes op 2. Maar ik geloof dat als je dit, stel je gaat terug en je kiest dit nog een keer... Dan kan je geloof ik meerdere dingetjes krijgen. En hier zie je dat ik een betere snelheid heb. Maar mijn schietkracht is gewoon naar de malle moeren nu. Maar ik wil eigenlijk wel beginnen met die snelheid. Mijn conditie is nog steeds goed en mijn blessureweerstand is nog steeds hetzelfde op de 2. Mijn verdedigend inzicht is ruk. Maar we zijn geen verdediger. Dus dat maakt mij dan niet zo heel veel uit. Mijn fysiek contact, even kijken. Ik zag het staan 6. Ik ga een paar keer gewoon proberen te kijken wat hier uitkomt en dan kies ik iets wat mij bevalt. Oké, ik heb er denk ik eentje gevonden waar ik maar mee akkoord ga, anders zit ik hier ook weer te lang heen en weer te gaan.
We krijgen een 70 algemeentje bij deze. Ons aanvallend inzicht is al 75. Onze afronding is 78. En we hebben een snijd van 78, versnelling 80, schietkracht 76. En dan ook nog eens fysiek contact 78. Dus dat is allemaal redelijk decent. Mijn precisie mindere voet is 1, conditie is 5, uitgangsvermogen is 63. Dat is wat laag. Maar het is op zich, ik denk dat we hier wel wat mee kunnen als we ook gaan trainen. Dus laten we maar gewoon beginnen. Nou, mogen we een competitie kiezen? Ik ga natuurlijk gewoon in de Eredivisie beginnen. We zijn al Hollander, dus dat is dan ook wel zo logisch, vind ik. Veel Eredivisie shizzle nog op mijn kanaal. Maar hey, we moeten ergens beginnen. Let's do this! En we hebben een contractje gekregen. Je krijgt hier in PES gewoon een willekeurig klein team van de competitie die je kiest aangewezen als het team waar je start. En FIFA kan je starten waar je wil. Dat vind ik dan ook weer zo minder daar. Dus dat is chill hier. En we beginnen dus bij RKC. Er wacht de jonge Rick Nachtegaal een mooie toekomst. Nou, dat is cool. We hebben berichten hier ook. Even kijken. Ik ben er voor jou. Dat is mijn zakenwaarnemer. Laat me je even herinneren aan hoe ik je kan helpen. Ten eerste kan ik onderhandelen over je contract bij je huidige club RKC Waalwijk. Ten tweede, als je een transfer naar een andere club wil, kan ik dat regelen. Onthoud echter dat je pas kunt vertrekken wanneer de volgende transferperiode is begonnen. Dat is het. Het is jouw werk om het goed te doen op het veld en het is mijn werk om je te helpen. Ja, zo gaat het wel met de zaakwaarnemer, ja. Welk nummer wil je hebben? Het is weer tijd om je voorkeur voor het shirtnummer te geven. Tijdens deze transferperiode mag jij beslissen welk nummer je op je shirt wilt dragen. Vertel me je voorkeursnummer door naar spelersmenu, voorkeursnummer te gaan. Als het nummer beschikbaar is, zorg ik dat je het krijgt. Maar de enige manier om een nummer van een andere speler te krijgen is als je echt veel beter dan hem bent. Je mag niet helemaal alles opeisen dus. Bekendmaking ploeg Nationaal Elftal, wat een pech. Ik weet dat je... Ja, hallo, we zijn net begonnen. Ik heb helemaal nergens op gehoopt om geselecteerd te worden. Het is nergens op slaan, joh. Goed, dan gaan we nou dus even een minuutje in... een nummertje vragen. Hebben ze al nummer 9 hier? Dat is wat ik wil weten. Ja, die hebben ze al wel. Je kunt een verzoek indienen en vragen. Ja, we zitten hier net. Nou hebben we nummer 30. Dat vind ik dan ook weer niet... Alle beginnummers zijn ook gewoon allemaal bezet hier. Nummer 30 naar waarde. Welk nummer zou ik kiezen? Ik ga voor. Zullen we maar gewoon op 30 houden dan? Ik hou het wel gewoon voor nu op 30. Like, why not? Of nou ja. Hel, we doen gewoon een heel random nummer. We gaan met 46. Nou, dan gaan we even de tijd maar doorspoelen. Want veel meer is er nog niet te doen. En eens kijken of we nog berichtjes of iets krijgen of andere gekke meldingen. Misschien een presentatie bij het team. Nee, de Eredivisie staat gewoon het programma. Ik ga de... Ga ik dat nu doen? Ga ik gewoon al een wedstrijd spelen of houden we deze aflevering even bij de character customization en alles? Nou, we gaan wel wedstrijdjes spelen eigenlijk. Gewoon om te beginnen. Berichten hebben we weer. Je voorkeursnummer 46. Je begint de wedstrijd als centrumspits. Oh, we komen de basis. Nice. Gaan we meteen hier beginnen in de centrumspitspositie van RKC Waalwijk. Nou, zijn we dan. Ik ben benieuwd of we een goed debuut kunnen maken. We gaan gewoon lekker naar de aftrap. Het is de Eredivisie start hier. Bij RKC. Ik mag de aftrap nemen en we zijn begonnen. Wat een camera angle. Dit wordt... Oh shit, ik krijg direct de bal hier. Kan ik hier iets doen? Yo, dat is easy. Yo, loop in. Oh, wat ik krijg op terug. Botsing. Nog niks. Wel al heel vroeg bijna een mogelijkheid. Oh, we krijgen de bal, denk ik. Ik zie het alleen niet goed door deze camera. Ik denk ik verander hem naar speler. En dit is wel lachen dat het zo heen en weer beweegt. Het enige nadeel is gewoon... dat we niet echt goed zicht hebben. Dit is heel zuur. Ik kan nog beter terugzetten op waar die stond, denk ik. Oh, ik krijg hier de ruimte om uit te halen en ik schiet naast. Dat was mijn eerste kansje met een schot op doel. Ik heb hem teruggezet, de camera op verticaal waar hij eerst op stond. Heb ik toch iets meer zicht. Al vind ik die spelercamera wel heel interessant. Want ja, als je zelf op het spel staat, heb je ook niet overzicht op elk punt van het veld in principe. Het is maar waar naar je toe kijkt. Dus in dat opzicht had het wel wat. Maar het is in gaming opzicht gewoon niet heel handig. Oh, we gaan alweer aanvallen. RKC is al flink bezig hier. Oh, ik krijg hem. Ik wil hem meegeven. Mag dat? Nee. Oh, wat?
Dat werkt, joh. Ik geef hem. Rondaf. Hebben een assist. Hek mijn eerste assist. Ik speel bijna meer als een middenvelder op het moment als een spits. Maar hier is de 1-0. En we hebben de assist. Ja, ja. We hebben in ieder geval een rol gespeeld. Eens kijken hoe lang we op dit niveau gaan houden. We hebben een prof gezet. En ik ben benieuwd. Want tot nu toe gaat het wel redelijk easy. RKC is heel erg aan het aanvallen. En prof in PES hoort gelijk te staan aan een wereldklasse in FIFA. Dat zei ik ook bij de Master League. Maar ik heb het idee dat het wel wat makkelijker is als wereldklasse. Kijk dat paasje. En kijk hier de afronding. Lekker man. Ik ga zeggen. Ik geef hem mee aan die guy. Komt hij erbij? Oh, scheelt niet veel. Het is wel een beetje een pauperpaas. Maar er werd nog bijna wat uitgehaald. Oh, is die bal voor mij? Wat een slechte bal. Oh, maar dit is geklungel aan hun kant. Ik ga kijken of ik hier iets mee kan. Oh, kap hem! Nee! Nee! Ik wou echt kappen draaien. Misschien afleggen als dat kon, maar nee. Zit er niet in. Goed verdedigd van Venlo. En dan gaan wij weer kijken naar optie. Ja, nu hier. Gewoon erdoor. Haal me gewoon uit. In de handen van de doelman. Hij moet even afreageren daar hoor. Oh, waarom doe je dit op deze manier, jongen? Ik sta recht voor je neus. En je gooit die bal over me heen. Like what? Oh, dit moet hem zijn. Bal komt aan in ieder geval. Wel geklungel hier. Het is al heel amateuristisch hoe de team soms voetbalt een beetje. Oh, en weer komt die bal niet aan. Dat is zo naar. Yo, nou geven jullie diepe ballen wanneer het totaal niet kan. De passing van mijn teammates. Het passen is wel zwaar onlogisch. Zwaar onlogisch. Hier, nou moet je hem diep geven. Nu moet je hem diep. En dan geef je hem niet diep. Like bruh. Daar is wel een teammaat. Haal maar uit. Jammer man. De passing IQ van mijn teammaat ligt laag. Oh, geklungel. Nee. Nee, penalty. You know. No. Scheids. Scheids, dat kan je niet maken. Dit is... Twee man erop ook gewoon. Het is al een penalty. Oh. Nou, kom op, keep. Hou hem tegen. Of Venlo moet gewoon naast hem overschieten. Maar ik ben bang. Ja, hij zat wel in de goede hoek. Moet ik hem dan weer nageven. Maar Venlo mag hier een feestje gaan maken. Gaan vieren. Want ze staan weer gelijk. Ze zijn terug in de wedstrijd. Stand is 1-1. Hou dit. Ja, ik heb hem in bezit gehouden. Goed. Oh, nou moet jij hem meegeven. Juist. No, ik wil hem niet kwijtraken. Pasen. No, dat is jammer. Ik wou hem pasen. Ik gaf ook de pas, maar mijn pas was net zo slecht als mijn teammaten de baas naar mij geven. Zoals dit ook weer. Teammaat stond er nog dichterbij, maar die vond dat ik hem moest halen. Oh, schieten. Jammer. Was een beetje... I got surprised. En dan is het over. Ik vind het leuk. Maar wat zijn je teammaten dom en wat kunnen ze niet passen. Maar aan de andere kant, misschien ligt dat aan het feit dat RKC is. Wel een leuke uitdaging, no. Eerste wedstrijd gelijkspel tegen Venlo, 1-1. Na die eerste wedstrijd staan we 7 in de competitie met RKC. 1 puntje achter ADO. Er zijn maar eigenlijk gewoon een paar teams die hebben gewonnen. 6. En dat vind ik verrassend, eigenlijk. Een beetje een stroeve start hier voor de meeste teams. Maar wij doen het netjes. Nou, dan zien we hier ons gemiddelde van de afgelopen 7,5. Daar kan ik best mee leven. Op zich hebben we wel een assist in ons debuutje. Yeah. Tenminste, ik mag hopen dat die telt eigenlijk. Dan moet ik zo even checken. Ondertussen wint Messi hier nog beste speler van Europa. Ik wil even weten, telt mijn individuele titel? Staat dat daarbij staan? Nee. Staat spelersmenu. Carrièregegevens. Staat dat hierbij? Voorzetten 1. Zou een voorzet bedoelen daar een assist mee? Oké. Ik zie hier de bal is waarschijnlijk het doelpunt.
Want we zien Sodi heeft, die had inderdaad gescoord. En ik zie een schoentje en daar staat bij mij een 1. Dus ik neem aan dat dat gewoon een assist is. We hebben de assist, dat is lekker. Dat wou ik gewoon even zien. Ik spoel de tijd door naar de volgende wedstrijd. En dan ga ik gewoon een flesje om. Oké, ik gooi ook een flesje om. Maar hier is nu de wedstrijd, of de aflevering bedoel ik. Jezus, de versprekingen zijn een beetje extreem. Deze video, mijn excuses, is nu afgelopen. Vond je dit een leuke video en wil je meer zien? Zoals ik al zei, 100 likes. En ik zal overwegen hiervan een serie te gaan maken. En dan gaan we hier leuk mee knallen. En ik zou zeggen, deel deze video ook. Kan mij enorm helpen. Volg me op social media om op de hoogte te blijven van alles en nog wat. Die oortjes kunnen onder wel uit. Linkjes staan in de beschrijving. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Laters!